stroomt ook nog eens uit de lucht van de fan. Dus nog veel zuurstof en uiteindelijk wordt daar terug een ontsteking gecreëerd, terug brandstof ingepompt. En dat creëert natuurlijk die naverbranding. Nu, wat doet die naverbranding? Dat geeft maar liefst 50% meer of extra stuurkracht. Dus in plaats van in normale omstandigheden ook weer 7000 of 6800 kilogram stuurkracht te hebben, wel met gebruik van naverbranding.